Wij zijn natuurlijk een relatief jonge bank in het buitenland. 30 jaar. Een paar landen waar we echt een naam hebben. Australië en Nieuw-Zeeland zijn hele duidelijke voorbeelden. Maar ook Brazilië. Maar China ook bijvoorbeeld. Wij denken dat wij veel waarde toevoegen aan onze klanten door kennis. Want geld is geld. Geld is uiteindelijk iets wat een commodity is. Jouw euro is niet anders dan mijn euro. Juist eigenlijk in het buitenland zien we dat overheden bij ons komen om te vragen hoe zouden we dit kunnen aanpakken. En die kennis is typisch iets wat de Rabobank onderscheidt van andere banken. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee.